Neem ons even door de stappen heen. Waar start je als je in het vastgoed wil beginnen? Bij het begin. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, zeg maar, voor heel praktisch dat mensen er ook iets mee kunnen. Mijn advies zou zijn, als eerste stap, ga eerst eens kijken of je het echt leuk vindt. Oh, ja. En of je het begrijpt. Als jij iets begrijpt en je vindt het leuk, dan wordt het een stuk makkelijker. En ga eerst ook echt eventjes toch wat tijd en geld in jezelf en je kennis investeren. En dat, je zei net al, van, ja. Nou, die kennis die wordt je nooit meer afgenomen. Dat heb je altijd in je rugzak bij je. Ja. Dus daar profiteer je altijd van. En leer van de mensen die het zelf succesvol doen. Ja, neem een mentor en volg iemand die al gedaan heeft wat jij wil gaan doen. En die dat al bewezen heeft. En ik snap niet waar mensen toch zo vaak de nood hebben om het wiel zelf opnieuw uit te gaan vinden, terwijl er andere mensen zijn die dat gedaan hebben. Kijk, ik heb ook cursussen gevolgd bij andere mensen en ik heb een vastgoedmentor genomen. En natuurlijk is dat even een investering qua tijd en qua geld, maar daardoor kan je daarna zoveel sneller gaan. Je voorkomt het maken van dure fouten. Ja, en vastgoed is hartstikke mooi. Het kan, als je het goed doet, heel veel geld opleveren, maar je bent wel met redelijk grote bedragen bezig. Ja. Dus dat is de eerste stap. Doe kennis op. Precies. En dat is echt de fundering. Ja, nou, we hadden het er net voorheen over. Van, er zijn niet heel erg goede boeken in ieder geval om hierin te verdiepen. Of hoe zou je die kennis opdoen? Nou, ik heb destijds, nadat ik dus aandelen, crypto, alles bekeken had en de rijken had geanalyseerd. En erachter kwam van, nou ja, vastgoed, dat wordt voor mij het middel om financiële vrijheid te behalen. En ik kwam erachter dat ik het ook heel erg leuk vond. Mm-hmm. En al wat mensen in mijn omgeving kenden die er ook mee bezig waren. Ja, toen ben ik voor zover mogelijk wat boeken gaan lezen. En dat zijn wel vaak dan Amerikaanse boeken of buitenlandse boeken. Ik ben filmpjes gaan kijken op YouTube. Ik heb alle cursussen die ik op dat moment kon vinden gedaan. Dat waren toen wel een stuk minder dan nu. Ik moest echt heel erg goed zoeken. Mm-hmm. En ik heb dus een vastgoed mentor genomen. Dat zijn goede eerste stappen. Ja. Vervolgens zou ik gaan kijken. En mensen die hebben het idee dat je voor vastgoed heel erg veel geld nodig hebt. En eigenlijk dat het alleen voor de rijken is weggelegd. Ja. En natuurlijk is het veel makkelijker als je een startkapitaal hebt. Alleen ook als je dat niet hebt, zijn er wel degelijk mogelijkheden om toch vastgoed in te gaan. Precies. Het zou mooi zijn als je voor, ik noem hem even Jan de Wandelman. Dat is Jan de Wandelman verdient een modaal salaris. Ja. Hoe gaat Jan starten in de vastgoed? Hoi Jan. Hoe gaat Jan starten in vastgoed? Nou, heel veel mensen die kijken dan naar hun bankrekening en die denken van, ja, maar hier kan ik niks mee. Hier kan ik niet mee vastgoed in. En dat is ook een tip die ik wil meegeven. Als jij bepaalde doelen wil bereiken in het leven, en ik zie dat heel vaak die fout gemaakt wordt, en ik snap het ook wel. Mensen kijken vanuit wat ze hebben en wat ze daarmee kunnen. Maar je moet veel meer denken vanuit wat je wil en dan vervolgens hoe je dat mogelijk gaat maken. Kijk, dat jij het geld niet hebt om vastgoed in te gaan, wil niet zeggen dat het geld er niet is. Er is nog nooit zoveel geld geweest in de wereld als op dit moment. Er zijn de laatste maanden weer triljoenen zijn er bijgecreëerd, bijgedrukt. Laten we vooropstellen dat geld de grootste illusie ter wereld is, want iemand kan het uit het niets creëren. Ja, dat is een ander verhaal. Hè, van wat iedereen doet er alles voor. Wat is de echte waarde nog van geld op dit moment? En is dat systeem wat we nu kennen, is dat houdbaar voor de lange termijn? Maar dan dwalen we een beetje. Dat maakt niet uit. We gaan het nu in ons voordeel gebruiken. Dus we gaan het nu in ons voordeel gebruiken. Ja, precies. Nee, maar kijk niet alleen naar je bankrekening. Kijk, veel mensen, als jij naar de muren in je woonkamer kijkt, dan zitten voor heel veel mensen, kan je allemaal bankbiljetten daar zien. Want heel veel mensen in deze markt hebben natuurlijk een gigantische overwaarde op hun woning. Mm-hmm. Ik zou zeggen als eerste stap, en dat adviseer ik mijn cursisten ook altijd, ga kijken of jij die overwaarde op de een of andere manier kan gaan benutten. En je krijgt op dit moment natuurlijk een hartstikke goede taxatie. De marktwaarde is heel erg hoog. Rente is nog nooit zo laag geweest. Je leent nergens zo goedkoop geld als op je eigen huis. Je moet er natuurlijk die overwaarde wel kunnen benutten, hè, op basis van leencapaciteit. Dus misschien kan je niet alles eruit halen. En ga dan eens praten met je eigen bank, waar je nu een hypotheek hebt, of je daar een tweede of een ander hypotheekdeel bovenop kan krijgen. En mocht dat niet kunnen, mochten zij daar niet in mee willen gaan in zo'n consumptieve hypotheek, ja, dan is het misschien interessant om te kijken of je naar een andere partij kan. Maar dan heb je wel met boeterente te maken. Maar dat is een goede eerste stap.